Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op veel plaatsen is het bewolkt deze middag. Af en toe breekt eventjes nog de zon door. Verder kan uit het wolkendek verspreid in het land wat lichte regen of motregen vallen. Kijken we naar de ontwikkelingen voor de komende 24 tot 48 uur. Dan zien we dat rondom een drukgebied nog steeds bewolking over ons land stroomt. Morgen in de loop van de dag gaat het van het noordwesten uit weer regenen. En ook daarna zien we vooral wolken en ook regen op ons afkomen. Dit is het weerbeeld voor vanavond. De bevolking overheerst. Er kan nog een enkel spatje regen vallen in eerste instantie. Maar later is het overwegend droog bij een graad of 7. Er waait een matige en zeevrij krachtige noordwestenwind. In de nacht blijft het overwegend bewolkt. De temperatuur daalt weinig. Uiteindelijk ligt het minimum tussen de 5 graden in het oosten en 7 graden in het noordwesten van het land. De wind wordt westelijk en matig kracht 3 of 4. Dan morgen overdag komt er geleidelijk weer wat meer wind te staan. Aan Zevra krachtig, windkracht 5. De wolking heeft de overhand. In de ochtend is het nog wel droog op vrijwel plaatsen. Maar in de middag trekt er een regengebied van noordwest naar zuidoost over het land. En dat bij zo'n 6 tot 8 graden op de thermometer. Aan het einde van de middag wordt het dan vanuit het noordwesten uit weer wat droger. En kan het misschien nog eventjes opklaren. Maar of de zon erbij komt, ik durf het te betwijfelen. Dan op de zondag ook overwegen bewolkt en regenachtig weer bij een graad of 8 tot 9 maar liefst. In de loop van de dag gaat de wind ook nog eens flink aantrekken uit de noordwestelijke richting. Hij wordt over land vrij krachtig en aan de kust hard of stormachtig aan het einde van de middag en s avonds. Met in de kustgebieden ook kans op zware windstoten tot 90 km per uur. Op maandag is het dan weer wat rustiger, aan zee nog wel een krachtige wind. Dan wisselen wolken en wat zon elkaar af en er kan verspreid een enkele bui vallen. Maar er zijn ook genoeg droge momenten. Het wordt zo'n 5 tot 7 graden. Op dinsdag heeft bewolking weer de overhand en dan wordt het zo'n 7 of 8 graden. Ja, en kijken we dan nog naar wat langere termijn. Dan zien we dat de temperatuur in de loop van volgende week een duidelijke daling inzet. En tegen het volgende weekeinde ligt de middagtemperatuur onder de 5 graden. En vooral als het opklaat, kan het dan s'nachts wel eens flink gaan vriezen. Maar dat is er wel van afhankelijk of het dus opklaat en of er misschien een beetje sneeuw is gevallen. Want het kan zomaar eens gaan gebeuren dat er sneeuw naar beneden komt. De sneeuwkansen nemen duidelijk toe. In het weekeinde zien we zelfs 50 tot 60 procent kans op een klein beetje sneeuw. En tussen de 8 en 20 procent kans dat er zelfs 3 centimeter. Sneeuw valt en dat is dan echt genoeg om het even mooi wit te maken. Het is nog een eindje ver weg, maar we zien dus dat de kansen op winterweer duidelijk toenemen. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.